Het leuke is dat het begin van Amerika, eigenlijk de periode nog voordat het daadwerkelijk een land werd, zoals je dat in de moderne zin kent, dat daar een heel groot aandeel is van een Marokkaanse Nederlander. En in de 17e eeuw was er een meneer, die heette Jan Jansoon, die kwam uit Haarlem. En die werd in 1610 geboren. En de man werd kaper. En een kaper was iemand die in dienst van de Nederlandse vloot Spaanse schepen moest beroven van hun goud en van hun bezittingen, zodat de Spanjaarden die toen Nederland bezetten, bestreden konden worden eigenlijk met hun eigen middelen. Nou ja, deze man die was dus bezig met het kapen van Spaanse schepen en op een gegeven moment leed hij schipbreuk ergens bij de Canarische eilanden. En hij werd gevangen genomen door piraten uit het noorden van Afrika. En dat gebied werd destijds Barbarije genoemd. En deze barbaarse piraten die gaven hem uiteindelijk de keuze toen hij terug was gehaald naar hun kust. Dus hij bleek uiteindelijk in Salé terecht zijn gekomen. En Salé is een plaatsje in Marokko. En daar kreeg je eigenlijk de keuze of je koopt jezelf vrij, dus je geeft ons geld. Of je springt letterlijk hier van de boot af richting de haaien of je verdrinkt. Of je wordt slaaf en de laatste optie was, maar je kan ook moslim worden. Nou, hij vroeg toen, wat is een moslim? Want dat wist hij niet. Nou, hij kreeg uitleg van een x-aantal figuren op de boot. En toen zei hij, oh, dan ben ik al een moslim. Nou, ze waren zo onder de indruk eigenlijk van zijn antwoord, dat ze uiteindelijk zeiden van, nou ja, dan kun je theoretisch ook bij ons voegen. En dan gaan we verder met de strijd, ook tegen de Spanjaarden, maar ook tegen de Nederlanders en iedereen die door ons water vaart. Hè, dat was destijds de gewoonte, over en weer. En zo geschiedde. Dus uiteindelijk is hij in dienst getreden bij de sultan van Salé. En hij deed dat zo goed dat hij bevorderd werd tot admiraal. En uiteindelijk is hij zelfs president geworden van de stadstaat Salé, want ze werden uiteindelijk ook onafhankelijk van het gebied eromheen. Hij kreeg een vrouw, een Moorse vrouw, achteraf dan in de context van nu een Marokkaanse vrouw. En daar kreeg hij ook een zoontje mee. En dat zoontje heette Anthony Jansoon van Salé. En die is uiteindelijk naar Amerika gestuurd, naar Nieuw Amsterdam. Het is later veranderd in New York. En in Nieuw Amsterdam heeft hij heel erg veel geïnvesteerd in groot grondbezit verkrijgen. Hij wilde bedrijven starten, hij gaf mensen geld die het moeilijk hadden. Hij deed eigenlijk mooie dingen. En het grappige is dat ook tot op de dag van vandaag bepaalde delen en stadsdelen en wijken in Amerika, in New York, een islamitische basis hebben. Zoals bijvoorbeeld Brooklyn, wordt vaak gezegd dat is gesticht door de Nederlanders. Dat klopt, alleen die Nederlander was dus een halve Marokkaanse moslim en die heette Anthony Jansoon van Salé. En hetzelfde geldt voor de Bronx. Het leuke van Anthony Jansoon van Salé, en dan stop ik over deze man, dat is dus ook dat hij de eerste Koran die ooit naar Amerika is gebracht, heeft meegenomen. Dus de eerste Koran in Amerika is daar gebracht door een Nederlandse Marokkaan. En dat is natuurlijk best wel iets wat bijzonders.